Ik ben Koen van den Braber, journalist. En heb meegedaan aan een uitwisselingsproject hier bij de VRT. Op de deelredactie Algemene Cultuur. Ja, ik kwam hier binnen op de VRT-redactie en het was totaal anders dan wat ik gewend was. NOS bijvoorbeeld heel log en heel hiërarchisch. En hier bij de VRT mocht ik meteen alles doen, alles oppakken, mee op pad, verslag geven. En dat vond ik hier heel tof, dat ik binnen een korte periode heel veel heb mogen leren en hele grote stappen heb gemaakt. Ze horen natuurlijk aan je dat je Nederlands bent. Mensen zijn benieuwd naar je, willen graag van alles van je weten. En dat levert ook andere discussies op de redactie op. Andere verleggingen van andere verhalen die je ook maakt. Wat wij als VRT als een heel grote meerwaarde zien in een uitwisseling met Nederlandse beginnende journalisten, is dat die toch wel bepaalde vragen stellen die wij als heel vanzelfsprekend aannemen. En dat vond ik altijd ontwapenend, ook op briefings, dat Koen dan wel die vraag kon stellen van waarom doen jullie dat of is dat zo vanzelfsprekend? Dus voor ons is het toch wel iets dat ons wel kan scherp houden. Ik denk dat ik niet alleen heel veel heb mogen leren, maar dat ik hen ook wel altijd mogen bijbrengen en daar ben ik wel trots op. De eerste keer toen ik in Brussel aankwam was het een vrij overweldigende indruk die het op me maakte. Een hele chaotische stad, ook qua verkeer en het aantal mensen. Maar nu ik er kom, weet ik me zo een weg te banen door de jungle. De mooie plekjes van de stad te vinden en de leuke mensen die er wonen en die ik nu ken te ontmoeten. Ik liep al heel lang met het idee, ik wil naar Vlaanderen, ik wil specifiek naar Brussel. Als jonge starter heb je weinig middelen, weinig geld om en op kamers te gaan in een dure stad. En VNB heeft mij wel geholpen om met die financiële prikkel net even die drempel over. Van doe het dan toch, ga ervoor. Dat heeft mij zeker geholpen om toch deze stap, die vrij bepalend is geweest in mijn carrière later, om toch die stap te gaan zetten.